partijleider. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. Woensdag, sorry. Het is vandaag woensdag. Ik loop voor mensen, dat weten jullie al. Maar het is vandaag woensdag. Ik ben in de auto onderweg richting een afspraak. En jullie zullen niet geloven waar ik die afspraak heb. Ik heb die afspraak in de Tweede Kamer. Dus ik ga zo meteen in de Tweede Kamer. Daar heb ik een afspraak. En met wie en hoe en wat. Daar komen jullie nog wel achter. Dus blijf vooral kijken. Maar goed, daar heb ik dus een afspraak, mensen. Ja. Ja, jullie zien het, hè? Youssef van de buurt. Gewoon in de Tweede Kamer. Ja. En ik weet eerlijk gezegd niet of ik mag filmen in de Tweede Kamer. Dat weet ik niet. Want in het begin wordt zeg maar helemaal gefouilleerd en alles. Dus ik zou echt niet weten of ik deze camera zou mogen meenemen naar binnen. Ik neem wel mijn telefoon mee. Dus anders doen we het gewoon met de telefoon. Dus dat komt wel goed. Maar we moeten even kijken, mensen. Maar goed mensen, daar heb ik dus een afspraak. Ik ben in de auto, ik heb zometeen weer een afspraak dat ik deze auto zeg maar weer moet terugbrengen naar Rotterdam of Capelle aan de IJssel. Dus dat ga ik zo doen, maar nu eerst even de afspraak. Volg! Nou mensen, zoals ik al zei, ik ging naar de Tweede Kamer. Maar nu ben ik officieel in de Tweede Kamer, maar dan de oude Tweede Kamer. Dit is de Tweede Kamer van voor 1990, hè? Toen kwamen ze hier. En ik heb hier twee compagnons aan de zijkant, maar die blijven undercover, wees niet bang. En ja, dus vroeger vergaderden ze hier. Daarboven, daar zaten zeg maar het publiek. Het publiek of, ja, het publiek hè? Ja, ja, de elite om het maar even zo te zeggen. En dan heb je daarboven heb je allemaal van die raampjes. En daar zaten, als het goed is, medewerkers. En dan hierboven zat de pers. Oké, okay, daar zat de pers. Oké. Het ziet er wat kleiner uit. Die andere is veel groter, man. Ja, ja, ja. Kijk mensen, dit zijn oude voorzitters geweest van de Tweede Kamer. Kijk eens. Hiernaast is een mevrouw ook een rondleiding aan het geven. Kijk, je ziet dat het steeds een soort van ouderwetser wordt. En als je via hier kijkt, dan zie je hier Binnenhof. Kijk eens. Het ziet er veel mooier uit, maar van bovenaf. Dan nu in de handelingskamer. Jullie krijgen een soort van rondleiding vandaag. Maar kijk even mensen. Zien jullie dat er boven allemaal? Vol met mooie boeken. Kinderboeken van Carrie Slee zitten er ook tussen. Nee, maar voornamelijk alles wat er gebeurt in de Tweede Kamer. Dat wordt dan genoteerd. En in welke... Dit was zeg maar Tweede Wereldoorlog, hè? Ja. Is bewust leeggelaten, omdat natuurlijk ja, het koningshuis dat vluchten. Dus dat heb je. En dan heb je hier ook nog allereerste grondwet. Eerste druk. Eerste druk dan, hè? Ja. Ja. Even kijken. Artikel 1. De soevereiniteit der Verenigde Nederlanden is en blijft opgedragen aan zijn koninklijke hoogheid Willem. Sada. Oh, Frederik. Prins van Oranje, Nassau? Nassau. Hij is geschreven anders, man, vroeger. En ik sta hier natuurlijk met de jongerenbeweging, Denk. Oppositie. Oppositie. Ja, jongerenbeweging, oppositie. Want hoe zijn jullie op die naam gekomen? Jij zei het net heel mooi. Oppositie, eis je positie. Hey. Ja, wij vinden ook dus dat we oppositie moeten voeren tegen de verrechtsing, verharding en vernieuwing van Nederland. Ja. En daarom gaan wij dus ons best doen om bepaalde problemen in Nederland aan elkaar te stellen. Ja. En ja, ik zou zeggen, volg ons in het Asius toe. Ja, ja, ja. Jongerenbeweging oppositie op Facebook. Ik zal alles linken in de beschrijving. Kunnen jullie makkelijker doorklikken. En deze aardige dames en heren die begeleiden mij soort van vandaag eventjes hier rondleiden. En vertellen me over de partij, dus Kom maar, Joes. Goeie dinges, goeie dinges. Ik ben dus hier in de partijkamer van de twee fractieleden van fractieleden. Fractieleden? Ja, fractieleden. Kamerleden. Ik moet even al die termen en zo, kamerleden. Van Tunohan Kuzu, Seljuk Öztürk. Maar ik ben hier dus vandaag uitgenodigd om eventueel in de toekomst een hele leuke video te maken. In samenwerking met Denk. En ik ben hier met de partijleider, toch? Samen met je collega. Dat klopt, ja, Tunohan Kuzu. Hallo. Ja, ja. Hallo kijkers. En jullie zullen vast denken van, oké, hoe zijn jullie twee nou bij elkaar gelinkt? Dat is eigenlijk heel toevallig gebeurd.
Je had het, zeg maar, dat momentje. Misschien goed om dat even te vertellen. Joes had een mooi filmpje gemaakt, een mooie vlog gemaakt over de 1 minuut stilte actie die wij hadden hier in de kamer. Ja. En het, ik geloof niet een toeval, we kwamen elkaar een paar dagen later kwamen we elkaar tegen op Den Haag Centraal. Ja, zo hebben we met elkaar kennis gemaakt. En toen zag ik dat onze jongeren, de jongerenbeweging Oppositie, jou had uitgenodigd om hier langs te komen. Ja. En nu staan we weer. Nu staan we weer hier zo in de kamer. Video. Ja, super tof. En ik werd ook uitgenodigd. Ik ben ook heel goed behandeld hier, mensen. Ah, gelukkig. Dat zeker. Gelukkig. Nee, ik ben echt heel goed ontvangen hier zo. En ik zie een mooie toekomst tegemoet tussen ons. Zeker weten. En handdruk. Handdruk. In de politiek is dat altijd een soort van verzegeling, toch? Dat is een verzegeling. Ja. De afspraak staat. Yes, precies. Top. Volg. Door jou gaan mensen weg bij een voetbalclub. Samir. Wat heb je gehoord? Wat Johan Derksen zei. Oké, wat heeft hij gezegd? Heb je gehoord wat hij zei? Nee, wat zei hij? Hij zei dat alle Marokkanen met Gucci petten. Ja. Hij zei dat zijn automatisch criminelen. Klopt dat? Ja, hij heeft toch die lange haren? Ja. Witte haren toch? Ja. Ik hoef niks meer te zeggen. Racist. Dus voor jou, Johan Derksen. Echt waar, is dit voor hem? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft wat anders gezegd, maar niet met Gucci pet. Wat heeft hij gezegd dan? Ja, ik laat het je nog wel zien, Samir. Ik heb een video vandaag, die komt vandaag online. Die is gericht naar hem. En ik was vandaag ook in de Tweede Kamer. Nee man, maar ik ga binnenkort misschien wel op zijn stoel zitten. Wilders, ik kom eraan. Wilders, ik kom voor jou. Debat met Wilders. Nee, ik ga geen debat aan met die man. Ik ga gewoon even gezellig... Wilders ontvoering. Ik ga op de stoel zitten waar hij altijd van die scheetjes laat. Nee, rustig uit, tochtig hier. Ja, mensen. Samir en ik zijn eventjes tijd gaan doden hier in Rotterdam, zoals jullie zien. De Jamin zijn we weer onveilig gaan maken. Lekker weer dik worden. We hebben net even gegeten. En ja. Wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk niks gedaan. Ja? We hebben eigenlijk niks gedaan. Nee, gegeten alleen. We hebben heel luxe gegeten vandaag. Heel luxe. Voor Samir is het heel luxe. Want Samir is gewoon een patatje gewend. Of een Turkse pizza bij Berket. Mehmet. Mehmet op pad, maar Mehmet. Mehmet Habelan. En nu weer terug. Rustig richting Den Haag, want er is nog file, man. Samir. Yo. Gaat Barcelona winnen? Tegen wie spelen ze? Weet je wel wat er zo meteen gespeeld gaat worden? Ja, voetbal. Ja, wat voor voetbal? Voetbal, Barcelona tegen... Ja, maar voor wat? Voor geen Champions League, maar die normale. Of jawel, juist Champions League. Niet voor die beker, maar voor die normale wedstrijd gewoon. Champions League gewoon, toch? Is het nou normale wedstrijd of is het Champions League? Wat is het nou? Die normale gewoon. Europa League of zo. Gewoon die normale, dat zeg ik. Die is altijd in Spanje gewoon. Spaanse League. Toch? Sammy, ik wil het jou eigenlijk niet eens meer uitleggen. Sammy, wat was er gisteren? Gisteren was Champions League. En wat is er vandaag? Vandaag is de normale league. Oké. Barça is uitgeschakeld in de Champions League. Mensen, er is ons onrecht aangedaan. Er is ons een penalty ontnomen. Er is ons een penalty ontnomen. Met die penalty kon het gelijk worden. En dan zouden we verlengen en dan zou Barça hem zeker pakken. Maar goed, Barça heeft de laatste tijd hun tijd niet, want ze spelen niet zo goed, ze verliezen. Messi komt ook niet meer in de wedstrijd. Ik snap ook niet waarom hij steeds die vrije trappen neemt. Waarom laten jullie hem steeds die vrije trappen nemen, Barça? Hij zit niet in de wedstrijd. Hij moet dan ook geen vrije trappen meer nemen. Laat Neymar nemen. Neymar kan aardig vrije trappen nemen. Maar Messi niet. Voor de mensen die het nog niet wisten, Barcelona is mijn lievelingsclub.
Maar goed, hè, dat is het leven, mensen. Dat is het leven. Trouwens, wat heel, heel wat anders, weer even terug naar het Johan Derksen gebeuren. Ik kwam er pas vandaag in de ochtend ergens achter dat, tenminste, ik kwam er in de Tweede Kamer achter, dus ergens begin middag, dat, dat hij ook bij Pauw langs is geweest en dat hij daar in debat ging met Farid Azarkan. Azarkan, ik spreek het even op zijn Marokkaans, Farid Azarkan. Is trouwens een man. Respect, Wattie. Als jij kijkt, ik heb respect voor jou. Hoe jij, ik weet niet man, telkens als jij praat dan denk ik van, jij hebt echt gelijk. Gewoon, ik ben het telkens met jou eens. En dan denk ik van, wauw. En plus hij verwoordt het ook zo heel mooi en heel netjes, weet je. Bij mij krijg je nog af en toe die, weet je, je weet toch, heel amatie. Maar bij hem klinkt het heel mooi en heel vloeiend. En ze hadden dus een discussie wat betreft de uitspraken van Johan Derksen in Voetbal Insight. En die oproep van mij aan Johan Derksen, die staat nog steeds. Hoeft niet aan Pauw aan tafel of iets. Mag wel, maar hoeft niet. Weet je, ik kom net zo goed gewoon langs bij jullie in de studio. Maar ik zou het gewoon heel tof vinden als hij daarop zou reageren. Maar ik zou het natuurlijk ook begrijpen aangezien er zoveel mensen natuurlijk contact met hem willen zoeken vanwege zijn uitspraken. Maar goed, dat terzijde. Check zeker ook even die discussie. En een dikke SO trouwens nog naar Denk. Dikke SO naar hun. Er komt zeker nog wat tofs aan. Wat betreft ons, weet je. Denk en ik. En misschien nog een andere persoon die met mij gelinkt is. En ik ga niet precies zeggen wie of wat. Maar er komen nog hele leuke dingen aan. Echt hele leuke dingen. Dus blijf vooral in de gaten houden. Check zeker even, de link is in de beschrijving. En ja, ik ga de vlog hier ook afsluiten. Dus vond je dit een leuke vlog, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. En vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw! Laat het vliegen voorbij. Ik kan niet kijken van de zijkant. Soms raak je even iemand kwijt. Maar ik heb nergens spijt van. Maar wie staat er aan je zij? En wie vecht er met je mee tot het eind dan? Laat het vliegen voorbij. We vechten tegen de klok, het is een strijd man.